Paardenstaart, een afslankende plant vol mineralen. Paardenstaart is een medicinale plant met een aantal gezondheidseigenschappen. Zo kan het helpen vochtopbouw te verminderen, waardoor het nuttig is bij diëten voor mensen die vaak een opgeblazen gevoel hebben. Het is ook een uitstekend middel om je huid, nagels en haar te verbeteren. Hier zullen we alle eigenschappen van paardenstaart, een afslankende plant vol mineralen, op een rij zetten. We zullen ook uitleggen hoe je het kunt gebruiken om de eigenschappen het best te benutten en waar je het kunt vinden. Misschien kun je het zelfs vlak bij huis krijgen. Eigenschappen: laten we een paar van de belangrijkste eigenschappen van paardenstaart bespreken. Diuretisch. Het is misschien wel de bekendste medicinale plant voor het verwijderen van overvloedig vocht uit je lichaam, dankzij het gehalte aan kalium, flavonoïden en saponinen. Het kan de hoeveelheid urine verhogen met tot 30. We raden het dan ook aan tegen vochtophoping, oedeem, reuma, jicht, nierstenen, urineweginfecties etc. Afslankend, deze plant helpt je om gewicht te verliezen, juist vanwege de diuretische werking. Let wel op dat je geen vet verliest, maar overvloedig vocht. Bloedzuiverend, naast de vochtafdrijvende werking kan paardenstaart ook gifstoffen neutraliseren, waardoor de plant, samen met bijvoorbeeld mariadistel, brandnetel of paardenbloem, kan helpen bij het ontgiften van je lichaam. Je kunt een paar keer per jaar, in de herfst en lente, een ontgiftingskuur ondergaan door iedere dag infusies van deze plant te drinken. Mineraliserend, het hoge en gevarieerde gehalte aan mineralen maakt deze plant tot een krachtig mineraliserend voedingsmiddel, ideaal voor het verzorgen van je botten en het tegengaan van verzwakking, wat gebeurt bij osteoporose of botteltes. Het helpt ook bij het herstellen van botbeschadigingen en in tijden van vermoeidheid, stress, herstel, bloedarmoede etc. Verbeterend voor huid en nagels, het hoge gehalte aan silicium, waarvan collageen wordt gemaakt, verzorgt je huid en nagels intensief. Dankzij de zuiverende eigenschappen beschermt het je nagels en huid ook tegen gifstoffen, bacteriën en schimmel. Op deze manier helpt paardenstaart tegen het ontstaan van vlekken, eczeem en rimpels en kan het zelfs striën verlichten. Verbeterend voor de gezondheid van je haar. De silicium is ook goed voor je haar en versterkt de groei en textuur van het haar. Het werkt ook tegen grijs haar, kaalheid en roos. Herstellend en genezend, het is een krachtige hersteller van cellen en helpt bij de genezing van huidwonden en littekens. Bloedingsremmend, dankzij de samentrekkende eigenschappen kan paardenstaart bloedingen zelfs inperken of genezen. We raden het aan in het geval van bloedende wonden, bloedneuzen, huidzweren of zware menstruatie. Versoepelend voor pezen, dit is erg nuttig voor mensen die regelmatig extreem sporten of die lijden aan pijn aan de pezen. Hoe gebruik je het? Meestal wordt paardenstaart gedronken als infusie, door de plant 5 minuten te koken en nog 5 minuten te laten staan. Als je een specifieke ziekte wilt behandelen, raden we aan om iedere dag 3 glazen te drinken voor een periode van 1,5 jaar. Laat het dan een paar weken rusten. Je kunt deze behandeling het jaar door herhalen.
Je kunt ook gaan voor siroop of extract. Volg in dat geval de aanwijzingen van de producent of dokter. Je kunt deze plant ook gorgelen tegen keel- of tandvleespijn of mondweren, of extern gebruiken, omdat het als ontstekingsremmend product nuttig is in het geval van vaginale infecties, AMW'en, ook bloedend, herpes, eczeem, staret. Waar kan ik het vinden? Je kunt het kopen in kruiden- en dieetwinkels en in bepaalde supermarkten, omdat het een erg bekende plant is. Je kunt het kopen om een infusie te maken of in de vorm van een extract of pil, afhankelijk van de intensiteit die je zoekt voor je behandeling. In die gevallen raden we aan dat je een therapeut of dokter bezoekt. Het is ook handig om te weten dat je de plant in de zomer kunt vinden op vochtige plekken, naast rivieren, meren of moerassen, vooral in klei. De stengel wordt het meest gebruikt, niet de bladeren, en moet te drogen worden gehangen in bosjes.